Goedendag, kijk naar de weerswarting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dat er bewolkingsplukken boven Nederland zitten, maar ook opklaringen. En dat weerbeeld dat houden we vanochtend. Richting het zuidwesten zat veel bewolking, dat trekt later vanochtend onze kant op, dus de bewolking gaat toenemen en daarmee ook de buigheid. Er kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en enkele keer ook natte sneeuw. Temperaturen 5 à 6 graden en de meeste buien trekken aan het einde van de ochtend en vanmiddag over het land. In de namiddag begint het vanuit het westen weer op te klaren. Vanavond is het dan grotendeels droog en breidt de opklaring zich verder over het land uit en dan daalt het kwik naar 2 tot 4 graden. De wind is dan windkracht 5 à 6 uit zuid tot zuidwest, maar neemt in de nacht weer toe. En morgen overdag hebben we een stormachtige wind. Kans op een zuiderstorm aan zee en zijn windstoten van 70 tot 90 km per uur mogelijk in het hele land. Daarbij veel bewolking, flinke perioden met regen en 9 graden. In de nacht naar vrijdag wordt het allemaal weer rustiger. Vrijdag overdag hebben we dan een enkel buitje, maar vooral een zonnige periode. Een vrijwel droge dag, dus bij temperaturen van 6 graden. In het weekend neemt de kans op winterse buien toe. Gaat het kwik dalen, kan het s'nachts lokaal vriezen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.